Yo, ik ben Giel. En ik ben Thomas. En vandaag gaan we wederom overnachten in het verlaten ziekenhuis. Die hebben ingediend dat we wederom naar een verlaten ziekenhuis moeten. En toevallig zit er een verlaten ziekenhuis bij mij redelijk bij mijn woonplaats Veghel. En dat ziekenhuis is sinds 1,5 jaar dicht. Nou, ik weet wel dat er asielzoekers aan de andere kant van het gebouw zitten. En dat het gebouw momenteel gesloopt wordt aan de binnenkant. Oké, dus er wonen gewoon wel mensen? Ja. Het is niet helemaal weer verlaten? Het is niet helemaal verlaten. Maar de andere kant dus wel? Juist. Ik weet het verder ook niet. We gaan gewoon kijken. We moeten kijken, Peter. Ja. We kunnen met de auto. Laten we met de auto rondjes gaan, want dan kunnen we het een beetje verkennen. Wat natuurlijk gesloten, dus we moeten wel opletten. Maar hier is het dus, kijk. Ja, hier is het ook allemaal hek, hoor. We moeten aan die andere kant naar binnen, dus. Het is wel fucking groot. Ja, het is echt een heel groot ziekenhuis geweest. Maar we gaan het slopen. Ja, bezuinigingen. En ze hebben van 3 ziekenhuizen hebben ze 1 groot ziekenhuis gemaakt. En die is dus naar Uden verhuisd. Oh. Ik heb dus gelezen op het internet dat er laatst ook mensen waren die gingen filmen. Yeah. En dat sloopbedrijf wilde aangifte doen omdat ze hier binnen zijn geweest. Allemaal hekken. Ja, jongen, veel camera's, pik. Echt midden in een woonwijk. Hoe dan? Ja, en ik heb ook geen zin in, want de politie hier uit deze buurt, die werkt ook in waar ik woon, dus die kennen me allemaal. Die worden hier echt niet vrolijk van dat ik hier zo meteen een video online drop dat in dit ziekenhuis. Nee, daar gaan ze niet blij mee. Nee, nou ja, helaas jongens, bij deze de kijker bepaald. Ik ben echt benieuwd of dit gaat lukken, man. Op zich hebben we wel een beetje ervaring erin. Ja, maar het is weer zo lang geleden dat we weer zijn opdracht hebben gedaan. Dus die zenuwen die zitten hier weer bij me. Het is wel heel kut dat het heel dicht bij jouw huis is. Ja, dat vind ik helemaal frustrerend. Voordeel, je bent ook weer lekker snel thuis. Kijk, moet je wel echt zachtjes doen, man. Ja, zachtjes doen. Oké, jij bent. Veel glas, man. Pas op. We moeten echt opletten. Pas op. Sorry, man. Gozer, we zijn wel binnen nu al. Wat het ging echt soepel. Het ging soepel. Oh, maar ze hebben het echt al helemaal leeggestript, man. Ja, maar hier zijn ze aan het breken, denk ik. Kijk dan, hier zie je ook nog die naambordjes. Ah, hier ook, front office. Hier is een toilet. Hey, die staat er nog, man. Kijk, hier worden tenminste gebouwen gesloopt. In België laten we alles staan. Ja, precies. Kijk dan, hier hebben jullie liften, man. Ja. Dit is zo vreemd, man. Ik heb in dit ziekenhuis werd ik geopereerd voor die buisjes. Dat kreeg je toen nog. En hier had ik mijn afspraken, weet je wel, de KNO-arts. Die had ik hier allemaal. Wat ziek, joh. Ja, ik herken dit ineens. Hier beneden is de ingang, daar is die kant op. Ze kunnen ons dus zien met die lichten. Dat is een fucking. Maar dit is tering groot, Giel. Ja, dit was de ontvangsthal. Is het de ontvangsthal? Zeg maar. Ja, hier stond zo'n kraampje, kon je ballonnen kopen. Ja. Maar hier hebben wel echte mensen gelegen die echt ziek waren. Dat is wel echt heftig, man. Dat is wel heftig, ja. Daarom vind ik ziekenhuizen ook nooit fijn. Kijk. Is het helemaal gestript of zijn er... Ja, ik heb het idee dat ze echt ook alle vloeren eerst weg hebben gehaald. Het bruikbare wat ze nog eventueel weg kunnen doen. Ja. Dit was allemaal ziekenhuisvloer wat hier lag. Maar het ruikt... Ja, je ruikt het wel nog, hè? Ja, het ruikt nog wel een beetje naar ziekenhuis. Holy shit. Dit is een hele fucking grote binnenplaats. Gozer, dit is zo immens groot. Jezus Christus. Hey. Oh,
Echt een sick locatie. Kijk hoe lange gang, jongen. Holy shit. Die kan je boven. Ja, let's go toch. Ja. Ja, we gaan naar G. Wat ik wel mooi vind, nergens is er graffiti te vinden. Nee, dat is wel zo. Nergens. Dan wordt het waarschijnlijk wel goed bewaakt. Hey, Giel, hier is je lift. Wow, dit is crazy. Durf jij erin? Dat zou ik niet doen, man. Nee, maar ik wil wel even de telefoon opnemen. Oh, Thomas, dus, je wordt verwacht bij kamer 13. Oké, ik ga er mee. Ja, later. Holy shit. Er rijden allemaal auto's daar, moet die echt op. Voor de mensen die zich afvragen waarom zijn jullie naar over op Night Vision gegaan. Dat komt omdat we de lichten veel te fel hebben. En dit ziekenhuis zit gewoon midden in het centrum. Dus al die auto's die kunnen zien waar wij zitten. Wow. Wow. Ik had zelf wel geluid, pik. Even serieus, wat is dat? Wee joh. Wat is dat? Weet ik veel. Kikkers. Dit is niet normaal. Laten we hier weer naar links gaan. Niet te veel in het zicht van de straatman. Wat is dit? Neem de leiding. Oh, dit is de operatiekamer. Eeuw. Ontruimingscoördinator. Nou, wat ik nou echt niet snap. Dan rippen ze het hele gebouw leeg. Alles halen ze weg. En dan laten ze dit hangen. Dat is toch super raar? Ja, dat is heel raar. Dan haal je dit toch ook gewoon weg? Dit is gewoon een spiekbriefje eigenlijk. Ja. Je moet hier in deze ruimte wel je OK-schucht schort uit. Zo meteen als je klaar bent. Oké, okay, dat ga ik doen. Ja. Eerst de kamer 13 en daarna mijn OK-schucht schort uit. Ja. Top, thanks. Let op dat je hier niet naar beneden pleurt, hè, vriend. Hey. Deur open. Ah, hij was open. Holy shit. Wow, dat lijkt alsof daar iemand in de verte staat. Zie je dat? Ja. Oh, dat is eng. Dat is heel naar. Oké, ik ga hem er heel even op normaal zetten, man. Is dat goed? Ja, is goed. Doe ik het ook. Boom. Laten we naar die gang gaan. Weet jij de weg nog? Nou, volgens mij, als we daar zijn, weer bij het begin. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, hier hebben ze wel lint omheen gezet. Ja, omdat dit op instort staat. Kijk dan. Je kan hier... Je moet hier niet op gaan staan. Do not walk, staat er. Dit hebben ze speciaal opgeschreven voor mensen die toevallig midden in de nacht even een kijkje komen nemen. Do, niet doen. Kap. Zo, het trilt echt, hè? Ja, gas zweet gek. Ik voelde niet, echt die vloer zo. Ik vind het niet cool wat je deed. Oh. Ik vind echt niet cool wat je deed. Sorry. Ik voelde het ook. Gas kappen, want ik sla... Gas kappen. Anders ga ik naar huis. Oké. Okay. Oh! Wat is het weer voor sick dit ruimte. Is een soort kantine dit of zo. Wat is nou, dit? Personeelruimte. Kijk, hier staan nog... Oh, vleermuis. Waar? Er zitten vleermuizen binnen. Oei, oei. Vleermuizen zitten niet gevaarlijk. Hè? Jawel, die bijten. Ja? Die komen af op geluid. Hallo? Gozer. Wat is dit nou? Hij blinkt hier naartoe. Echt? Ja. Ja, ik loop om. Maar je kan hier eindeloos rondlopen. Ah, shit, die lamp. Waar moeten we naar beneden? Oh, Giel. Wat? Politie, pik. Nee. Ja, pik. Nee. Ja, pik. Nee, nee. Ja, twee politie en dan doe je lamp uit. En mee. Twee politie en de bewoner. Nee. Ja, geen... Kratzooi. Waar de fuck gaan we naartoe dan? Meen je dit? Kun je dit filmen? Ik zweer het je. Kunnen we het filmen? Ik ga het proberen. Ah, kut. Nee. Kut. Ja, dan moeten we naar beneden. Waar de fuck gaan we naartoe? Kut, Giel. Ik heb geen zin meer. Ja, waar naartoe? Heb je het gefilmd? Hij deed gewoon de sirenes aan. Waarom? Om het op te naaien of zo. Die politie staat hier eens, maar ze stond te kijken nog niet. Ja, ze liepen met de bewoners over straat. Ja, kom op, let's go. Dan moeten we weg hier. Gasten.
Ja, hier, trap naar beneden. Kom. Nee, dit is niet. Nee, hier naar beneden. Nee, die lampen. Dat zien ze sowieso. Oh, jongen, ik hoop zo dat we gepakt worden. Ja, ik zat te shaken. Ja, kom. Ik heb er ergens. Hallo? Ik zag twee gasten in zo'n uniform lopen met een bewoner. En daarna hoorde je nog die politie. Ja, die is maar ik denk dat ze gewoon melding hebben gekregen dat ze ergens anders met spoed naartoe moesten. Ik dacht ze, ja, hier komen we later wel terug. Hetzelfde geld alweer, nou, hadden we gewoon vastgezeten. Nou, tot volgende week. Ja, ik hoop het. Oh jongens, jezus, ik ben echt helemaal kapot. Dus wat een mazzel hebben wij gehad. Vond je dit nou een knijterharde video? Geef dan, ik zeg, support ons en geef 35.000 duimpjes omhoog. Laat van je horen en laat ook even weten in de comments waar moeten wij de volgende keer weer gaan overnachten. Ga ook meteen even naar onze website www.stuk.tv en dan dien jouw opdracht in die wij moeten uitvoeren. Je kan ze ook volgen via social media, Twitter, Facebook, Instagram. En weet je wat nou het mooie is van het hele mooie verhaal? We zien je gewoon woensdag weer. Ciao.